Vandaag was ik een artikeltje aan het lezen in de NU en dat heeft me echt gefascineerd. En dit was het eigenlijk. De kosten van accupakketten gaan drastisch omlaag. En ik heb even de bron opgezocht van hoeveel is dat nou? Klopt dat nou? 87%. Nou, dan krijg je deze lijn. En als je op de horizontale as ziet de tijd, dan zie je inderdaad dat die 87% is afgenomen. En dat is gaaf, maar hoe komt dat nou? Nou, een van de dingen waardoor dat komt, is dit. Dit is het aantal octrooien op lithium-ion accupakketten. En die zijn in dezelfde tijd met een factor 4 toegenomen. Dus 4 keer zoveel octrooien en toch gaat de prijs met bijna 90% omlaag. Hoe kan dat? Ik heb je eerder verteld al dat je een octrooi kan krijgen alleen op iets nieuws. En dat betekent dus dat al die octrooien die verleend zijn, allemaal telkens weer een nieuwe ontwikkeling claimen. En alleen voor die nieuwe ontwikkeling daadwerkelijk hun bescherming hebben en dus ook hun monopolie. Maar wat betekent dat? Op het moment dat iemand iets nieuws aanbrengt op de markt, beschermd of onbeschermd, betekent dat de rest automatisch goedkoper wordt. En dat is iets heel erg tegenintuïtiefs. Hoe meer octrooien er op een bepaalde technologie zijn, hoe goedkoper die technologie wordt. En je ziet dit in alle bereiken van de techniek. En dat is iets heel raars, want je denkt van, hé, daar heeft iemand een monopolie op een bepaalde technologie, dan gaat dat duurder worden. Ja, alleen voor datgene wat hij heeft toegevoegd. En de rest blijft gelijk of wordt goedkoper. En aangezien het hier echt om duizenden octrooien gaat, is het absoluut een feit dat daardoor de prijs enorm daalt. En het is heel goed om te beseffen dat dus octrooien en bescherming van techniek een heel sterke deflationaire factor zijn. En dat is dus hartstikke goed voor de consument en hartstikke goed voor eigenlijk ons allemaal. Want een Tesla is in het begin niet te betalen en over 10 jaar is het vrij gewoon om met een elektrische auto te rijden. En dat is precies wat we willen. Dus het is heel goed om te beseffen, octrooien, het klinkt van een monopolie, dat is oneerlijk. En nee, je krijgt alleen het monopolie over datgene wat je hebt toegevoegd, waardoor al het andere in waarde ietsje daalt. En dat is wat je precies hier ziet gebeuren. Super, super, super gaaf. En dat is ook de kracht van octrooien. En het is heel goed om dat te beseffen, omdat dit echt volstrekt tegenintuïtief is. Dat is eigenlijk wat ik je wilde vertellen. In de volgende video wil ik wat meer gaan vertellen over hoe zit nou zo'n octrooi in elkaar en hoe gaat dat in zijn werk. Dus tot de volgende video.